Vrede is verder weg dan ooit. Wereldwijd is er een recordaantal van meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. En iedere minuut komen daar 24 mensen bij. Vaders, moeders, kinderen, opa's en oma's die zonder hulp niet overleven. Hulp is hier heel hard nodig, dat blijkt wel. Er staan hier duizenden mensen te wachten om voedsel te krijgen, urenlang. Conflicten in de wereld worden steeds ingewikkelder en ze duren ook langer. De drie grootste brandhaarden in de wereld zijn op dit moment de Democratische Republiek Congo, Syrië en Jemen. Maar ook op veel andere plekken is het onrustig en zijn miljoenen mensen op de vlucht. Wij kunnen deze mensen niet in de steek laten. Stichting Vluchteling biedt al 40 jaar noodhulp bij vluchtelingencrisis wereldwijd. Niet alleen bij de grote brandhaarden, maar ook bij stille rampen die internationaal weinig aandacht krijgen. Dat doet Stichting Vluchteling door bij acute nood ervoor te zorgen dat vluchtelingen weer onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater krijgen. Ook bij langdurige humanitaire crisis komen zij in actie. En zorgen ze voor onderwijs, psychosociale steun bij het verwerken van traumatische ervaringen en helpen ze bij wederopbouw, zodat mensen uiteindelijk weer naar huis terug kunnen.